Land van Kuik boert bewust en boeren pakken uit. Nou, dit is een prachtige titel en eigenlijk dekt het al meteen de lading. Want ja, we zijn vandaag bij een boer. Nou, en bij mij staat... Gerber Oosterlaken van Hoeverhulsdonk. In Beers. In Beers. En ik zeg, we zijn vandaag bij de boer. Maar wat voor bedrijf heb jij, Gerber? Nou, we hebben een varkensbedrijf. En we zijn nu in het zeugengedeelte van ons bedrijf. Daar kun je in kijken. Ben je iedere dag welkom. En we hebben hier ongeveer 600 zeugen. Met bijbehorende biggen. En een klein gedeelte van de vleesvarkens. Die houden we ook zelf. Nou, we beginnen vooraan. Wij kwamen hier binnen en wij kwamen al in een prachtige ontvangstruimte hier terecht. Met heel veel informatie en een heel stel raampjes. Nou, wat is precies de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat gewone burgers eigenlijk niet meer bekend zijn waar hun eten nog vandaan komt. En wij hebben gezegd, wij willen eigenlijk informatie geven hoe wij vandaag in een moderne stal varkens houden. En als je bekijkt, ja, wij kunnen geen mensen toelaten in de stal, of in ieder geval zo min mogelijk. Die moeten allemaal via de douche, allemaal eigen bedrijfskleding aan. Dat is praktisch niet te doen om dan heel veel burgers binnen te halen. Waarom is dat? Nou, we hebben natuurlijk in 1997 een geweldige epidemie gehad in de varkenshouderij, de varkenspest. Iedereen weet dat in Brabant. Daar hebben we 1,5 jaar mee geworsteld om dat weer weg te krijgen. En vervolgens hebben we als varkenshouderij gigantisch op onze kop gekregen van de minister. Dat we ook maar iedereen zomaar binnen lieten lopen en dat we bij elkaar op bezoek gingen. En vervolgens is de sector eigenlijk op slot gegaan. Mocht er niemand meer de stal in. En dan krijg je vanzelf ook het imago dat als iets niet gezien mag worden, er wel iets illegaals zal gebeuren. Ja, terwijl je eigenlijk gastvrij willen zijn, blijkt het is toch niet zo'n goed idee. Precies, precies. Dat is eigenlijk de oorzaak geweest om allerlei ziekten buiten de deur te houden. Is ook ons bedrijf op slot, hè, wat ik net al zei. Zo weinig mogelijk mensen naar binnen. Die naar binnen moeten douchen en eigen bedrijfskleding aan. Camera's ontsmetten, weet ik wat we allemaal niet doen. Allemaal om onze dieren gezond te houden. Maar tegelijkertijd kunnen we hier in deze ruimte nog steeds laten zien wat we doen overdag. Want dan kunnen we gewoon mensen zien. Maar ook hoe onze dieren leven. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. Omdat als je er niks van af weet, iedereen maar gelooft dat het allemaal kommer en kwel is. Nou ja, mensen moeten zelf beoordelen wat ze ervan vinden. En ik weet in ons gastenboek staan hele verschillende reacties. Van helemaal geweldig. Maar er staan ook reacties in van nou, dit zou toch morgen verboden moeten worden. Dus dat is ook wat mensen ervan vinden. Vinden ze ervan? We hebben in ieder geval de kans om het te zien. En als je erover praat zonder het gewoon gezien te hebben. Ja, dan praat je als een kip zonder kop. Want je kunt alleen meepraten als je het gezien hebt. Je hebt het hier heel duidelijk gemaakt, want bij die ontvangstruimte hier zijn allerlei ramen, heel veel informatie. Komen er nu ook veel mensen op af op zoiets? Ja, dat valt me eigenlijk nog iedere dag mee. Want ik had eigenlijk het idee, nou ja, dat zal de eerste paar jaar zullen we wel wat aanloop krijgen. We zijn inmiddels 10 jaar onderweg, bijna. En ik zie toch dat we in de zomermaanden, waar mensen heel veel fietsen, dat we toch zo'n tussen de 300 en 400 bezoekers per maand trekken, die hier toch even komen kijken. Ik zie mensen die er gewoon week na week komen, met kleine kinderen die weer even naar de biggetjes komen kijken. We zien een kinderdagverblijf die regelmatig hier langs fietst en die kindjes weer even laat spelen hier in de ruimte en op die manier toch weer kennis neemt van de varkenshouderij. Dus ja, 300 tot 400 en in het begin was dat 400 tot 500, dus het is wel ietsje gezakt. Maar vorig jaar met het coronajaar eigenlijk hadden we er meer dan 500 in de zomermaanden. Dus het vindt toch nog steeds zijn bekendheid en we proberen op campings in de omgeving folders te leggen van jongens, hier kun je komen kijken. Iedereen is welkom tussen 10 uur 's morgens en 8 uur 's avonds. Dus, en het is gewoon vrij toegankelijk, je hoeft niks, niemand te bellen. Je kunt gewoon zo de trap op en je kunt je eigen dingetje doen. Jij bent niet de hele tijd aanwezig hier natuurlijk, want jij hebt ook je werk erbij. Maar mensen kunnen hier gewoon binnenlopen. Dit is een van de acties van het Boer Bewust om openheid naar iedereen te geven en informatie.
Ja, wij zijn gestart als Kom Varkens Kijken van een stichting die vooral varkensbedrijven had. Wij zijn uiteindelijk ingestapt bij Boerbewust, omdat dat hier regionaal is, waar meer bedrijven in meedoen. Hè. We hebben er hier volgens mij in directe omgeving een stuk of 4 bedrijven, 2 met koeien, nog eentje meer met varkens. Op die manier kun je ook de diversiteit van de landbouw laten zien. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En net als afgelopen week hebben we die fietstocht gehad. Mensen fietsen naar zijn eten. Ja, dat is gewoon gigantisch leuk om te zien. Maar dan de reactie van de burger is, hè, die even bij zijn boerenbedrijf binnen kunnen kijken. Goh, het was niet alleen ontspannend en we hebben lekker gegeten. We hebben ook nog iets geleerd. Nu wil ik toch nog even weten. Jij zit hier al heel lang. Hè? Je bent al heel lang boer hier. Hoe lang al? Ja, ik ben dit jaar 40 jaar varkenshouder. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Normaal zou ik dus nou van de gemeente een lintje krijgen en kon ik met pensioen. Ah, nu krijg je een compliment van ons. Dat is nog veel belangrijker. Maar zo zit een boerenleven niet in elkaar. Ik ben nog jong genoeg om nog iedere dag ondernemer te zijn. Dat vind ik nog steeds leuk. En ik vind het beroep van varkenshouder, dat is gewoon het leukste beroep wat je ooit kunt vinden. Er zijn een stel kinderen hier binnen die komen kijken. Vind je het oké als we even gaan vragen wat die ervan vinden? En, nou ja, die hebben misschien ook nog wel vragen voor jou, kan dat? Ja, precies. Nou, ik vind dat kei leuk om te doen. Natuurlijk, je zei net al, ik kan dat niet iedere dag doen, want ik moet overdag gewoon mijn werk doen. En mijn vrouw heeft gezegd, leuk dat we die zichtruimte maken, maar wel eerst je werk, want 's avonds moeten we ook nog tijd hebben voor iets anders. Ik vind het wel heel leuk om die communicatie met de burger gewoon te hebben. 10 en 11 september zijn wij waarschijnlijk ook weer onderdeel van de dag van het varken. Dus dan zijn wij ook in deze ruimte om mensen te ontvangen, te woord te staan van waarom doe je dit nou zo en waarom niet op een andere manier. Hè? Waarom hebben onze varkens geen modderpoel is bijvoorbeeld zo'n vraag die heel veel gesteld wordt. Nou, dat kunnen we dan uitleggen. Ja. Waar kunnen mensen terecht voor informatie of dat ze willen weten waar precies jouw boerderij is? Ja, wij hebben onze Facebookpagina is Hoeve de Hulsdonk. Als je daarop googelt, dan kom je bij onze Facebookpagina. Daar kun je natuurlijk gewoon vragen opstellen. Daar staat ook volgens mij een telefoonnummer bij. Dus is er echt iets een heel brandende vraag, moet dat nu weten, kun je de telefoonnummer bellen met 06-nummer. Ik ben meestal de hele dag aan, dus dat is ook geen probleem. We krijgen wel vragen van mensen die hier stage willen lopen. Ook hartstikke leuk. Wij zijn een gediplomeerd opleidingsbedrijf. Dus wij kunnen ook mensen aan een nieuwe job helpen. Ja. Dus als mensen vragen hebben, kijk op de Facebookpagina. Of nou ja, jullie zullen ook te vinden zijn op Boerbewust, denk ik. Hè? Boerbewust ook, absoluut. Ja. Dankjewel voor je tijd. Oké, niks te danken. Veel plezier vandaag. Hey, hoe vind jij het hier bij de varkens? Leuk. Ben je ooit vaker zo dicht bij een varken geweest als nu? Ja. Heb je thuis ook een boerderij of zo? Soort van. Soort van? Wat heb jij voor dieren thuis? Hond, kippen, hanen, kuikens en vissen. Ah, kijk. Dus jij kunt ook wel een beetje voor dieren zorgen, net als de boer hier? Ja. Goed zo. Heb jij paarden? Jij hebt ook paarden, ja. Maar dat is voor de hobby. Dus wij fokken veulentjes om uiteindelijk in dressuursport uit te komen. Ja. Vind jij paarden leuker dan varkens? Eigenlijk even leuk wel. Even leuk eigenlijk? Ja. En wat vind je van die varkens hier zo, die hier zo lekker liggen te chillen allemaal? Vaak wel grappig. Ja? Ja. Heb je enig idee hoeveel varkens ze hebben hier? Nee. Die waren heel veel. Ja, wel heel veel. Ik heb ook geen idee. Hoeveel? Nou, we hebben ongeveer 600 zeugen hier. En bij die 600 zeugen horen ongeveer 2600 biggetjes. En daarnaast hebben we in een andere stal nog een 2000 vleesvarkens. Zijn er wel heel erg veel, hè? Ja. En deze jonge man hier, heb jij ook nog een vraag toevallig voor de boer? Nee, geen vraag? Nou ja, dat hoeft ook niet. Nee, soms weet je alles al. Ja, precies. Ja, u bent hier vandaag ook bij de varkensboer om varkens te kijken. Doet u vaker zoiets? Nou, ik ga wel vaker hier kijken met de groep van de camping.
En dan gaan we hier mooi naar de zichtstal kijken. En het is jammer dat er nu net geen hele kleine biggetjes zijn. Maar over een paar weken zijn die er weer. En dan gaan we meestal met de platte kar even naar de biggetjes kijken hier. En dan zit die meestal helemaal vol. Ja. Ja. U zegt vanaf de camping. U zit op de camping? Nee, ik woon hier in de buurt en ik heb een boerderij met een camping. En een zorgboerderij en zodoende kom ik wel vaak hier. Dat vinden ze allemaal meestal leuk als ze hier komen. Ja. Ja, zo maakt u er een mooi en interessant uitstapje van. Ja, juist. En dan hebben we het mooi in de buurt, dus dat kan eigenlijk niet beter. Ja. En we kennen elkaar dus al heel lang, dus dat komt er hier mooi uit. Ja. Kijk, dus u kunt hier ook al rondleidingen gaan geven, denk ik? Meestal als ik hierin ga, dan ga ik vooraan beginnen. En dan zeg ik meestal hoe ze elkaar gevonden hebben, man en vrouw. En ze waren allebei helemaal gek van paardensport. En zodoende is het oogje toch onder het paardrijden naar elkaar gekomen. Ja, ja. Zo komen al die varkens hier. En zodoende zijn ze aan de varkensbedrijf begonnen, ja. Ja. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Waar zijn de pubers? Waar zijn de pubers? Dat is een goede vraag. De pubers, de hele kleine pubers, die wonen hier tegenover. Dat zijn eigenlijk de kleutertjes. Hè. Die kun je door de ramen zien. Maar de echte pubers, die zitten in een andere stal. En daar gaan ze naartoe als ze 10 weken oud zijn. En dan komen ze daarna weer terug als ze ongeveer 8 maanden oud zijn. En dan kunnen ze weer opnieuw biggetjes krijgen. Dus zo gaat dat systeem een beetje in de volgorde. Het is wel een beetje een verschil, hè, met een mens, hè? Van klein biggetje naar puber, naar alweer moeder worden. Hè? Zo snel gaat het bij ons niet. Nee. Waarom liggen de varkens heel de dag? Nou, een varken slaapt in principe 80% van zijn tijd. Doet hij in de natuur ook, maar bij ons ook. En in tijd ongeveer 10-15% gebruikt hij om te eten. Dus bij ons krijgen ze 2 keer per dag voer. Nou, dan zijn ze ongeveer 1/2 uur, 3 kwartier weer bezig om de eten op te eten en weer restjes op te zoeken. En de rest van de tijd gebruiken ze een beetje om elkaar qua rangorde hun positie te vinden. En de rest van de tijd slaapt een vark eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje, ja, vroeger zei ze ook wel, luie varkens. Ja, dat spreekwoord komt natuurlijk ergens vandaan. Ja, duidelijk? Ja. Hier heb ik nog een jonge man met een vraag. Varkens die... De baas zijn hier. Zijn er speciale varkens de baas hier? Wat een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Want in elk groepje, net als bij mensen, bij jullie in de klas zitten ook kinderen die de baas zijn over anderen. Hè? Nou, dat is bij varkens ook zo. Als wij die varkens in een groepje bij elkaar doen, dan de eerste paar dagen dan knokken ze even flink. Maar dan weten ze weer wie er uiteindelijk de baas is in de groep. En wie moet zorgen dat die aan de kant is als diegene eraan komt. Dus ze hebben inderdaad, iedere groep heeft een bepaalde rangorde. Ja. Maar is dat niet gevaarlijk dan als ze gaan vechten met elkaar? Nou, dan kun je beter niet heel dicht in de buurt, want dan is er maar één ding belangrijk, dat knokken. Dus als je er dan bij staat, dan stoppen ze niet omdat jij er staat. Dan werken ze er even met elkaar af. Hè. Dus net als vroeger als we in de kroeg, dan ging dat hetzelfde. Maar jullie halen ze niet uit elkaar dan? Nee, dat gaat toch gebeuren. Ik bedoel, als ik er 's nachts niet ben en ze komen elkaar weer tegen, dan doen ze dat toch. Dus uiteindelijk moet die rangorde gewoon vastgesteld worden. Wat wij wel doen, is dat we diezelfde groepen zoveel mogelijk bij elkaar proberen te houden. Want als je die zeugen uit de kraamstal komen en ze komen weer in hetzelfde groepje, die kennen elkaar nog na 4 weken en dan weten ze, oh wacht even, dat was degene die altijd de baas was. Even zorgen dat ik weg ben. En dan heb je eigenlijk heel weinig rangorde gevechten. Waarom staan er bij de billen streepjes? Waarom staan er streepjes bij de biggen? Bij de biggen. Bij die biggen die je daar ziet, bij de gespeende biggetjes waar een streepje op staat, die is even ziek geweest en die heeft een spuitje gehad. En meestal moet je dat 1 of 2 keer herhalen, hè, want een kuur die duurt meestal meerdere dagen. En met dat streepje kunnen wij zien van wanneer dat hij nog een extra spuitje moet hebben of wanneer dat klaar is.